Hoi baby's. Zijn jullie hier vanwege het gerucht dat er een dinosaurus in het maïsveld zou zijn? Wees voorzichtig. Ik heb gehoord dat hij echt eng is. Kijk, een dinosaurus voetafdruk. Is dat de staart van de dinosaurus? Waar komt al die rook vandaan? Ren, baby's, snel, weg hier! Phew, jullie hebben het gered, jongens. Wacht, waar is Chili? Zeg me niet dat hij nog in het dolhof is met de dinosaurus. Snel, baby's, ga om hulp vragen. Supertruc, gelukkig dat je hier bent. Je moet Chili helpen. Hij is verdwaald in het maïsdolhof. Maar wees voorzichtig, er is een dinosaurus in het maïsveld. Goed idee, Supertruc. De beste manier om een dinosaurus te verslaan is met een andere dinosaurus. Zo, laten we Chili vinden, voordat de dinosaurus hem pakt. Chili is nergens te vinden. Op deze manier gaan we niemand vinden. Je zult iets anders moeten bedenken, Supertruc. Heb je een idee? Goed plan. Met de radar heb je Chili zo gevonden. Ik weet zeker dat hij ergens moet zijn. Kijk, de radar heeft iets gevonden. Wacht, wat als het de dinosaurus is? Hij komt dichterbij. Deze eieren zien er bekend uit. Dus het was de dinosaurus. Laten we hier snel wegwezen, Supertruc. Heb je een plan? Ik kan het niet geloven. De enge dinosaurus was al die tijd Crocomile. Die grap was helemaal niet zo grappig, jij gemene Croco. Nou, ik zou niet te hard lachen. Dat zal je leren, nep dino. Je bent fantastisch, Supertruc. Wist je al dat Crocomile de gekke dinosaurus was? Je weet me altijd te verbazen. Nu is het tijd om Chili terug te brengen naar zijn vrienden. Die kant op, Supertruc. Je hoeft niet meer bang te zijn, Chili. Supertruc is er om je uit het dolhof te halen. Precies, baby's. Er was geen dinosaurus. Het is al die tijd op Crocomile. Kijk, Chili heeft de uitgang gevonden. Maar waar is Supertruc? Oh nee, de dinosaurus was toch wel echt. Blijf kalm, jongens. Ik weet zeker dat Supertruc ons zal komen redden. Wat ben je toch een grappenmaker, Supertruc? Zien jullie wel, baby's? Er was helemaal geen dinosaurus in het dolhof. Wat was dat? Goed gedaan, jongens. Er is wat aan de hand in de stad. Ga maar snel kijken wat het is. Zo te zien doet Marley mee met de stuntwedstrijd voor sportdag. Marley daagt iedereen uit om mee te doen met de stuntwedstrijd. Wil je ook meedoen?
Hé, Marley, iemand wil de wedstrijd met je aangaan. Supertruc, weet je zeker dat je het wilt? Supertruc, geef je nou al op? Inderdaad, je moet nog transformeren. Laat de strijd maar beginnen. Wat nu, jongens? Jullie hebben alle schansen al gehad. Een racewedstrijd. 3, 2, 1, af! Oh nee. Ben je in orde? Inderdaad, je hebt gereedschap nodig om Marley te helpen. Marley, Supertruc gaat je rechtop zetten, oké? Is Marley te zwaar? Kom op, Supertruc, je kunt het! Ongelooflijk! Mooi truc, kleintje. Marley, kun jij ook over de schans springen? Dit wordt niet makkelijk. Het is bekend dat Supertruc hier heel goed in is. En ze scoren! Inderdaad, Supertruc. Ga snel naar je basis. Ben en de kleintjes waren gezellig in het pretpark. Toen Ben per ongeluk de draaimolen raakte. Nu zitten ze vast. Inderdaad, ze hebben hulp nodig.
Oh nee, het is nog erger geworden. Nee, als je door de modder rijdt, kom je vast te zitten. Je wielen zijn niet groot genoeg. Heb je een idee? Monstertruc. Goed idee. Goed zo. Ga zo door. Oké, Ben. Supertruc duwt je uit de problemen. Ja, het werkt. Je bent gered, Ben. Nu moeten de kleintjes gered worden. De modder lijkt wel drijfzand. Kom op, Supertruc. Gebruik al je kracht. Stop, Supertruc. Je komt zo nog vast te zitten. Billy, kwam je om ons te helpen? Bedankt voor alle hulp, Supertruc. En jij ook bedankt voor je hulp, Billy. Inderdaad, gebruik je ST-3000! Billy, wijs jij de weg en probeer zo dicht mogelijk bij de draaimolen te komen, oké? Kom op, kleintjes. Geen tijd voor spelletjes. Niet bewegen. Jullie zijn weer veilig, kleintjes. Bedankt voor je hulp, Billy. Zo te zien is de achtbaan weer gemaakt. Wie wil erin? Oké, laten we gaan. Haha, veel plezier allemaal. Tot de volgende keer. Klaar om deze muur af te breken, supersloper. Eén, twee, drie, go! Wauw, wat ben jij sterk! Iemand heeft je hulp nodig. Je kunt beter meteen naar huis gaan. Schieten, baby. Of je mist je bus. Waar is iedereen? Babyauto heeft de schoolbus gemist. Hoe komt hij nu op school? Kun jij helpen, Carl? Wauw, het is spitsuur. En het is heel druk. Babyauto moet ergens verderop zijn. Kun jij hem zien, Supertruc? Je kunt beter transformeren, zodat je hem vindt voordat hij een ongeluk veroorzaakt. Auto zijn. Misschien heeft Carrie Babyauto gezien.
Maak je geen zorgen, baby. Superpolitieauto zal een manier vinden om je op school te krijgen. Wauw, je zit op het dak, babyauto. Je vliegt als een vogel. Het is spitsuur, jongens. Niet verlegen zijn, baby. Ga maar naar de andere. Misschien dat dit helpt. Hey. Geluk! Door de muziek voelt de babyauto zich beter. Bedankt voor het redden van de dag, supertruck. Jij weet altijd hoe je alles weer goed kan maken. Kom op, jongens. Trekken. Haha, Ben wint. Carl, iemand heeft supertruck nodig. Vandaag is er een grote race van Car City naar het strand. Maar we hebben nog één deelnemer nodig om de race te beginnen. Supertruck, help ze alsjeblieft. Indrukwekkend. Transformatietijd. Klaar voor de start en go! Oh, het lijkt erop dat Jerry iets van plan is. Oh nee, supertruck. Verkeerde kant. Ha.
indruk. Jerry en Marley spelen weer vals. Help Amber en Mathilde alsjeblieft. We zijn bijna bij het strand. We kunnen die valsspelers niet laten winnen. Ja, het werkt! En we hebben de winnaars! Zie je, het is beter om eerlijk te spelen. Bedankt, Supertruck. Dankzij jou kwam alles weer goed.